Ik ergerde me eraan dat hij dat zei, ja. Het gaat gewoon helemaal langs heen eigenlijk, de hele ophef. Het interesseert me geen reet. Geloof jij nou echt werkelijk dat als ik dan gisteravond thuis kom, dat ik niet gewoon een whiskytje neem, lekker op de bank ga zitten, precies, en naar andere talkshowtjes ga zitten kijken? Of denk jij dat ik thuis gaat lopen stampvoeten of mijn vrouw gaat slaan of tegen de honden lelijk? Nee. Saunaatje? Nee, dat niet meer. Dat is te laat. Dat is te laat. Nee, echt serieus. Dat meen ik. Zometeen dan zie je René van der Gijp weer voor het eerst. Hoe gaat die ontmoeting zo meteen dan? Of zie je elkaar aan tafel voor het eerst? Meestal wel, ja, want we zitten allebei in aparte kleedkamers. Oké. Dus je ziet elkaar straks echt voor het eerst aan de tafel, live op televisie? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Tenminste, dat gebeurt al een jaar of 20 zo. Ik heb ook denk je dat Johan dat nog wel leuk genoeg vindt? Nou, dat vraag ik me al een jaar af, maar het blijkt goed leuk genoeg om terug te komen steeds elke avond. Maar even inhoudelijk, hè? Je ergert je er gewoon aan dat hij het een kutprogramma noemt. Ik ergerde me eraan dat hij dat zei, ja. En daar heb ik wat van gezegd, nou meer niet. En dat waarom raakte je dat zo? Ja, omdat ik het niet vind. Nee. En er werken allemaal mensen hard aan. Redactiemensen en zo. Vind ik zonde. Juist. Wat dacht jij eigenlijk toen je dan zag vanmorgen, geloof ik, was het, dat Van der Gijp zei van joh, ik ga er alleen zitten als er sorry wordt gezegd. Ja, maar je denkt toch niet dat ik zo met deze zaak bezig ben dat ik dat de hele dag volg. Ik heb vandaag 2 uur voor Radio 10 op moeten nemen. Oké. Het gaat gewoon helemaal langs heen eigenlijk, de hele ophef. Het interesseert me geen reet. Oké. Ik zit nu op social media en ik volg het ook niet. Veel plezier zometeen. Na van de zomer en na volgend jaar er nog te zitten, of is dit echt het laatste seizoen? Ja, dat weet ik echt niet. Nee. Dat weet ik echt niet. Ja. Hoe voelt dit dan dat heel Nederland het hierover heeft? Bedoel, NSC wordt gepeld op 3 zetels, oorlog in het Midden-Oosten. Voelt ook ongemakkelijk, denk ik. Ja, voelt heel gek. Toch? Ja. Kijk, zonder Johan is het programma ook niks. We zijn een 3-eenheid. En we doen het met z'n allen. We doen het allemaal op onze eigen manier. En dat we het niet altijd even goed eens zijn over bepaalde dingen, dat snap ik nog wel. Maar het is gewoon een hartstikke leuk programma. We maken al 3 jaar een van de best bekeken talkshows van Nederland. Dan moet je iets goed doen, volgens mij. En vindt het publiek het best wel leuk, volgens mij ook. En ja, dan begrijp ik niet helemaal dat we het zo hoog op laten lopen. Jullie hebben meerdere keren gedreigd dat het zou stoppen, het programma, vanwege excuses of wat dan ook. In hoeverre is dit reëel? Nee joh, ik heb echt nooit gedreigd voor excuses. En ik heb alleen gezegd dat ik het niet leuk vond. Maar je hoeft toch je excuus niet aan te bieden aan mij? Dus gewoon als we 2 volwassenen uitpraten en dan is het goed zo? Helemaal niet uitpraten, vind ik ook prima. Ik heb gezegd wat ik ervan vond, klaar. Oké, duidelijk. Ja, ik doe iedere avond mijn best om nog enig plezier te hebben. Je vindt het niks meer? Nee. Hè? Je vindt het geen reet meer aan? Als je dit zo zegt, dat concludeer jij. Laat ik het zo zeggen, het kan 10 keer beter.